We gaan vandaag kijken op het Koningsplein, hoe het Koningsplein eruit ziet als kermisplein. Al ruim bijna 40 jaar of meer staat hier de kermis. We gaan even aan de bezoekers en de omwonenden vragen hoe we het kermisplein, het Koningsplein, ervaren. Ja, het is gewoon een heel gezellig plein. En vooral omdat je hier een beetje begint de kermis, de doorloop naar de andere pleinen, naar de nostalgische kermis. Nou, helemaal geweldig. En kermis, ja, Bergen-op-Zoom is de kermisstad, maar wij hebben wel de grootste kermis van de Benelux, hè. Dus, het is vandaag ook de dag voor mensen met een beperking. En ik sta hier met jou op het Koningsplein. En merk jij dat ze hier op het Koningsplein daar iets aan doen? Ik kan daar wel een heel kort antwoord op geven. Dat heb je in verschillende niveaus. De ene die kan iets goed en de andere niet. En vandaar dat ik het ook een heel net initiatief vind van de organisatie van de Gehandicaptendag. Dat is een speciale groep onder leiding van Jan de Jong. Waar ik ook mijn complimenten voor uitspreek. En die maakt dat het voor iedereen toegankelijk is. En die zet mensen van het Rode Kruis in. Een hoop vrijwilligers. En wij dragen daar in de bierhal ook ons steentje aan bij. Dus een compliment daarvoor. Ik vond het vroeger leuker. Vroeger was het leuker op het Koningsplein. En waarom dan? Ja, er was anders ingedeeld allemaal. Maar na met de kermis vind ik het wel leuk. En zeker met mijn kleindochter. Kleinkinderen en met mijn dochter. Bierhal is ook het laatste jaar dit jaar op het Koningsplein. Oh ja, dat wist ik niet. Ja, van die bierhal, die gaat door tot vannacht 1 uur en er komt geen normale muziek uit. Het is allemaal gedung, gedung, gedung. En hoe lang woont u hier al? Wij wonen hier 3 jaar. En wist u dan niet van tevoren dat de kermis hier zou zijn? Ja, wisten wij zeker. Maar we wisten niet dat het zo'n abnormale gedoe was met die biertent. Nou, DJ Cunio, we zitten hier voor jouw thuisbasis, yes, de bierhal op het, yes, Koningsplein. Vaste, yeah, huis-DJ. Jazeker, dat klopt. Elke avond? Alleen vanavond niet. Vanavond is een collega-DJ aanwezig. Die doet vanavond het draaien, maar morgen ben ik er weer bij tot zondag. En we hebben begrepen, laatste jaar bierhal op het Koningsplein. Dat klopt, laatste jaar hier. Laatste jaar in deze setting. En volgend jaar, hij staat er wel, maar waar? Ergens op het kermisterrein. Dus u bent er blij mee dat volgend jaar de bierhal wel blijft, maar ergens anders is? Hij mag voor mij vandaag nog oprotten. Nou, hier op het Koningsplein staan best wel wat attracties, maar er zijn ook nog wel wat lege plekken te vinden. Wat was dat rustig? Yeah, yeah. Het Koningsplein is een van de pleinen die ingezet worden om gestalte te geven aan de Tilburgse kermis. Op het Pieter Vredeplein zijn geen attracties te vinden, maar desondanks vinden er wel degelijk activiteiten plaats. Hier op het Pieter Vredeplein worden de nodige dansjes en de nodige liedjes gezongen, want Tilburg Swingt is hier. Dans je ook even mee? Tilburg Swingt is eigenlijk de combinatie van Tilburg Zingt en Tilburg Swingt. Dus het zingen en dansen gecombineerd. We wilden met de kermis een leuke variant maken met de muziek die de mensen die de kermis bezoeken ook leuk vinden om mee te doen. En ze kunnen zelf hun eigen liedjes aanvragen vanavond bij ons. En daarop zingen en dansen. Werner, jullie staan hier op het Tilburg Swingt. Wat is jullie rol hier en waar zijn jullie van? Wij zijn van Op Dokters Recept. Het is een feestorkest uit Tilburg. En wij zijn door Future Ballroom, de organisatie van deze avond, gevraagd om het evenement mee te openen. En daarbij ook het plein een beetje van muziek te voorzien. En hoe gaat het tot nu toe? Goed, we hebben een gezellige avond, lekker muziek gemaakt. En onze rol van vanavond zit erop en nu is het overgenomen door een pianoshow. En bent je ook veel aan het dansen, mevrouw? Ja, tuurlijk. Dan gaan we dadelijk weer verder doen, hè?